Hallo. Hallo. Ja, ineens was hij verdwenen. Oh? Ja, ja, echt waar. En toen? Nou, toen gingen we natuurlijk achterna. Ja, oké, en toen? Nou, om de poort door. En toen? Ja, en toen, voor het een of ander moment, had ik deze kleren, deze helm en dit zwaard. Wow. Ja, jij bent natuurlijk een ruiter. Ha, een echte held. Ja. Oh. Vertel eens even hoe je hem toen versloeg, die draak. Draconico. Draconico, oh ja, sorry. Draconico. Oh, dan speel ik Draconico. Oké, dat is goed. Ja, en toen deed ik zo. 1, 2, vuur. Wow. Maar vertel eens hoe groot hij was. Volgens mij was hij zo groot. Nee joh, hij was toch veel groter. Zo groot dan. Nee, ik denk wel zo groot. Ja, en niet 1, maar wel 5 koppen had. Ja. Ja. Oh, dat zou ik ook wel willen. Hé, hey, zie je daarachter? Dag, Hels. Oh. Hallo. Wat zie je er stoer uit, zeg? Laat je spierballen eens zien. Wow, jij bent stoer, zeg. Ja, een echte held. Ja, maar zeg, Thomas. Ja, Eva. Iedereen kan toch eigenlijk een held zijn? Is wel waar. Ja. Ja, dat klopt. Iedereen kan een held zijn. Zie je ergens onrecht of verdriet of pijn, blijf niet staan, maar stap naar voren, schreeuw het uit en laat je horen. Toon je kracht, wees slim of snel, een held dan ben je. Zie je wel. Ja. Oh, Eva, zo zie je maar. Iedereen kan hier een held zijn. Precies. Ja. Ja, zie je, jij ook daar? Inderdaad. Hey, laat je spierballen nog eens zien. Wauw. Zag je dat, Eva? Stoer. Stoer. Hé, maar Thomas. Ja. Wij gingen toch vandaag op zoek naar echte helden? Ja, was ik wel van plan. Ja, die kunnen we altijd wel gebruiken bij Raveleijn. Oh, zouden jullie ons misschien willen helpen? Kom eens hier dan, want je ziet er zo stoer uit. Oh, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe deze held heet. Wat is jouw naam? Dag Jure, ik ben Thomas. Ja. En had je Eva al ontmoet? Hoi, ik ben Eva. Oh, dag Jure, geef ik jou ook een hand. Ik ben de dochter van de gildemeester van de magische stad Raveleijn. Haar vader weet alles voor alle wapens in Raveleijn. Ja, klopt. Ja, hij heeft de 5 ruiters geholpen om hun wapens te... ja... ja, te ontdekken. Ja, en daarmee konden we de draak verslaan. Oh ja. Goed hè? Ja, ik wilde ook mee helpen, maar dat mocht ik niet. Dat vond mijn vader te gevaarlijk. Ja, maar Eva, hij was gewoon bezorgd. Ja, maar ik ben niet bang. Dat weet ik ook wel. Eva. Jij wil een echte held worden. Klopt dat? Ja. En welke kleur held zou je dan willen zijn? Oh ja, goede vraag. Een rode, net zoals mij. Oh, kom mee, vriend, dan worden we gewoon hetzelfde. Oh, wacht even. Ik heb van alles meegenomen hoor. Ja. En kom jij dan eens bij me staan? En zullen we dan heel stoer staan? Kom je naast me staan? Zo met de benen wijd. En zo met 1 hand zo in de zij. Kan je dat? Zo. Wauw. Ja, je wordt echt een stoere. Je bent niet zomaar een held. Nee, daar moet je ook natuurlijk heldenkleren voor hebben. Maar dat heb ik hoor, jullie. Kijk, ik heb een echte rode heldencape. Mooi hè, zal ik hem bij je omdoen? Oké, zo. Kijk eens aan jullie, en hoe voelt zo'n cape? Hoe voelt dat? Hij voelt er helemaal niks van, het held zijn zat altijd al in hem. Heel stoer. Zeg maar Jurre, ik heb nog iets. Ja. Ben je er klaar voor, vriend? De helm. Ja. En dan zul je zien, Jurre, als ik deze dan bij jou op je hoofd zet, dan gaat iedereen klappen. Let op. Let maar eens op. Wauw, dames en heren. Een echte held. Wat stoer. Ja. Hé, maar Eva, kunnen we niet nog meer helden gebruiken? Nou, ik heb nog 1, 2, 3, ik heb nog 4 kleuren. 4 kleuren? Ja. Zou je ook een held willen zijn? Ja. Kom je dan bij me staan? Stoer. Ja, je ziet er inderdaad heel stoer uit. Kom je dan erbij? Ik kan nog 2 helden gebruiken. Zou jij een held willen zijn? Ja, kom je erbij ook. Heel goed. En jij misschien? Nee? Oh, dan gaan we het met 4 helden doen. Dat gaan we doen. Kijk. De paarse ruiter. De paarse ruiter. Dan ben jij de paarse ruiter. Zo, en hoe heet jij? Roxanne. Wow. Ruiter Roxanne, dat klinkt wel heel stoer, hè, dames en heren. Zo. En de helm natuurlijk. Deze was toch eigenlijk van je zus? Ja, dat klopt. Je van Emma. Oké, daar gaat hij. Wauw. Wauw, dames en heren, applaus. En dan heb ik hier van de andere zus. Lisa. Ja. Dan krijg jij ook Lisa. Nou, dat is toevallig. Kijk. Een echte blauwe ruiter. Zo. En Lisa, hoe voelt deze cape? Ja. Goed, hij voelt goed, dames en heren. Dat begrijp ik ook wel. Dat doet die cape voor mij ook. Oh ja, de helm. Ja. Daar komt hij. Applaus. Wauw. Oh, en voor jou heb ik ook nog een hele speciale. En wat is jouw naam? Jarno? Ruiter Jarno, dames en heren. Oh, de bruine ruiter. Ja. Dat is van Joost, mijn jongste broertje. En de helm. En Ruiter Jarno, ben je klaar voor de helm? Kijk, die knikt een volmondig ja. Daar gaat hij. De bruine ruiter. Zo. Applaus voor deze helden. Wat zien ze er mooi uit, zeg. Wat zien ze er stoer uit, Eva. Net als de echte helden die de magische stad bevrijd hebben. Hé, maar wacht even. Ja? Missen we niet iets? Oh ja, we zijn nog iets heel belangrijks vergeten. Ja, maar je moet wel beloven dat je er voorzichtig mee zijn. Ja, klopt. De wapens. Die bewaar ik in deze kist, want daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Oké. Paarse ruiter. Doe een stapje naar voren. Zo. Kijk eens aan, jouw kracht is metaal. En wie krijgen we nu, Eva? Oh, dan doen we nu Rode ruiter, doe een stapje naar voren. Jouw kracht is vuur. Vuur. Laat je wapen maar zien. Goed zo. Blauwe ruiter, doe een stap naar voren. Ruiter Lisa. Jouw kracht is, en weet je dat toevallig? Wat dan? Water! Ja, dames en heren, deze ruiter is een echte ruiter. En dan als laatste... Bruine ruiter, jij stopt je naar voren. Jouw kracht is aarde. Laat je wapen maar eens zien. Steek maar eens hoog in de lucht. Heel goed. Volgens mij zijn zij er klaar voor. En ik ook. Zullen we op zoek gaan naar een draak? Ja, dat is leuk! Ja. Ja, want jullie zijn nu echte helden. Gaan jullie met ruiter Thomas mee? Ja hoor, volg mij. Loop maar met hem mee. Oh, en dan kunnen jullie allemaal wel een klein stukje dichterbij doen hoor. Dit is een mooi moment om het vast te leggen. Kom maar een stap naar voren. Kijk, daar gaan ze. En dan maken we hier een sterke lijn met elkaar, zodat we goed kunnen aanvallen. Oh ja, en dan moet je natuurlijk stoer rechtop staan. Ja, zo met je benen wijd. Kunnen jullie dat? Zeg maar, ruiter Thomas, als jullie dan zo meteen deze kant op komen lopen, mag ik dan de draak spelen? Vooruit. Ja, daar heb ik op geoefend. Dat is goed. Ja, dan doe ik net alsof ik de draak ben, goed? Goed. Oké. Okay. Wat we gaan doen, we gaan stevig staan en we doen onze rug recht. We doen onze borst omhoog, houden ons zwaar paraat. En dan vallen we aan, goed? Ja, maar wel een beetje zachtjes weer, want ik doe maar net alsof. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we. Okay. En als het op 3 telt, steken we ons wapen de lucht in en verslaan we de draak. Oh, ja. Daar gaan we. 1, 2, 3. Oké, ik ben nog niet verslagen. Oké, dat doen we nog een keer. 1, 2, 3. We hebben de draak verslagen, ruiter. Ja. Applaus, dames en heren. Wauw. Eva, jij deed die draak wel zo goed. Dankjewel. Wow. En kijk ze staan. Oh, ruiter Thomas, ja. Ik zou zo graag ook nog met deze helden op de foto willen. Ja, natuurlijk. Ja, zullen we bij elkaar komen staan? Oh ja, kom maar bij elkaar staan. Zo, iedereen erbij. En dan goed je wapen laten zien. Heel goed. Oh, dit wordt een mooie foto. Eva, ik ben zo blij dat deze heldenfoto kunnen helpen. Oh, ja. Mocht Draconico uit zijn winterslaap ontwaken. Oh, komen jullie dan ook helpen? Oh, dat is een heel goed idee. Dan is onze stad zeker veilig. Zeg, en dan mogen alle paparazzi's en mamarazzis mogen dadelijk nog even 1 voor 1 een foto maken. En dan wil ik jullie allemaal nog een hele fijne dag wensen in de Efteling. Tot ziens. Dag allemaal.